En je ziet het, hè, dat stroomt ze allemaal de zee in. Dat is gewoon laaiigheid. Weet je, staan nu meestal wel prullenbakken of je kan het even in je tas stoppen, toch? Maar gooi het daar zo. Moet ik nou op één been of zo dat eruit gaan halen? Ik ben Pat Smith. En om meer awareness te creëren voor de belachelijke hoeveelheid plastic die in onze oceanen rondzwerft, probeer ik 10 dagen zonder single-use plastic te leven. 10 days without plastic, dag 2. We gaan even naar Frankrijk, valt toch al? Dag 2 van mijn 10 dagen zonder plastic. En voor een optreden ga ik heen en weer naar de bergen van Val Thorens. Even kijken hoe moeilijk het is om in Frankrijk een dag zonder plastic te leven. Ja, we gaan even wat eten halen. Kijken of dat hier zonder plastic kan in Val Thorens in de bergen. We vroegen dus net aan een mevrouw of ze ook broodjes hadden. De buitenkant is plastic, maar de binnenkant denk ik nog wel meer. We moeten er wel een beetje aan geloven hier. Het kan eigenlijk niet. In dit supermarkt gaan we het niet vinden zonder plastic. We hebben wat gevonden. Artisanale boulangerie. Kijk, een broodje in papier. Lekker broodje hoor. Nou smaakt het veel beter als het niet in plastic zit. De Fransen hebben het verrassend goed voor elkaar. Tijdens de dagje Val Thorens ben ik op het supermarkt en na eigenlijk geen plastic tegengekomen. Na in de zon opgetreden te hebben, gaan we terug naar Nederland. Even kijken hoe de Nederlanders het doen. Het is dag 5. We gaan boodschappen doen. Sinds gisteren heb ik de hele dag op de bank gelegen om dit eventjes een beetje rust te geven. En nu gaan we er even op uit. Even kijken hoe het gaat met het vinden van plasticloze producten in de supermarkt. Ja, makkelijk is het niet hier. Nee. Nou, boodschap is nog geen succes geweest hier zo. Als je natuurlijk elke willekeurige supermarkt inloopt, dan heb je die shit. Overal plastic. Maar gelukkig gaan we zo meteen even naar de Piet Heijnstraat en dan gaan we even groenten halen. Yes, gewoon groenteboordje. Maar ik heb nog wel wat papiertjes erbij. Oké, okay, nou ja, tuurlijk. Ja, daarin. Ja, top. Okay, maar... Leuk toch? Bosje asperges. Oké. Okay. Gezellig. Laatste stukje van de dag. Dag zonder plastic en dan zo afsluiten bij Lekker Nassen. In de Witte de Witstraat 123 in Den Haag. Tientje groente voor de hele week. Klaar is Kees. Ik zit inmiddels al op de helft en tot nu toe merk ik zolang je je best doet, het best mogelijk is om zonder single-use plastic door het leven te gaan. We gaan nu naar Ralf. Hij doet een treasure hunt. Dat is eigenlijk... Ja, voor kinderen, maar hij doet het ook met reïntegratie jeugd. Eigenlijk afval verzamelen en daar kunst van maken. Ja. Precies, jongen. Hoppa. Gaas. Wij hebben er gewoon iets sportiefs van gemaakt. Ik heb gewoon gezegd, jongens, kom. Laat je kijken hoeveel we in een half uurtje tijd voor elkaar krijgen. En we stonden echt met die gasten, stonden we echt te zweten. En echt aan. En ja, kijk, hè. In één keer, dat is ook wat ik tegen de mensen had zeggen. Iedereen zit te Candy Crushen. Aardbeien, bananen, ja, sowieso. Ik zeg gewoon, mijn lichaam is een joystick. En alles wat niet in de natuur hoort, dat zijn die spulletjes. Ik ben echt geen pessimist, want ik hou ongelooflijk veel van de aarde. Dus ik ben een wijze positief persoon. En dat is waarom we juist zeggen, wij bewijzen dat we gewoon meer lol, meer plezier hebben dan wie dan ook. Maar we vergeten daar niet, we zorgen juist voor de aarde. Ja. Oftewel effectieve lol. Nou ja, dat kan je wel zeggen, ja. Oké, Pat. Ik zou je al heel lang willen geven. Maar je bent zo prachtig bezig en je hebt zoveel mensen alweer gemotiveerd. Dat mag toch? Bij deze, de originele treasure hunt. Kan je niet kopen, kan je alleen maar verdienen. Vanavond ga ik met mijn band optreden in Beachclub Buiten. En wie kan ik nou beter spreken over afval op het strand dan de eigenaar van een beachclub? Het is echt een takkenzooi, sorry dat ik het zeg, maar het is echt, mensen zijn nog altijd gewoon slecht met dat soort dingen. Wat denk je dat ze daar aan kunnen doen dan, de hogere bronnen? Ah ja, weet je, we gaan ook wel eens naar IJmuiden of andere stranden en daar zie je wel dat bij de strandafgangen heb je dan bijvoorbeeld, kan je zakjes meenemen, dingen waar je shit ook in kwijt kan. Ja. Die worden gewoon gratis verstrekt. En het zijn gewoon papieren zakjes, zeg maar. Ja, ja, weet je, dat is prima gewoon. Dat soort dingen, dat vind ik een goede oplossing. Hey, thanks, ouwe. It's no lie, you lift me up by the ground. You are a dream, girl. Like the ones in magazines, girl. Don't make the scenes.
10 Days Without Plastic, dag 9. We zijn bij het NK Surfen en we gaan even kijken hoe mensen hier met plastic omgaan. We hadden het gisteren bij de buiten hadden we het over van die opruimzakjes die je dan in IJmuiden en zo allemaal meekrijgt en zo. Dan kan je je afval in doen en daarna gewoon in de prullenbak gooien. Om erachter te komen hoe de organisatie zelf tegen het probleem plastic afval aankijkt, ging ik even zitten met Erik, een van de organisatoren van het NK. En als je dan op het strand loopt, weet je, we hebben nu, dat, nou, je bent 3 jaar zelf onderdeel ervan. De surfwedstrijden bestaan natuurlijk al sinds 70 jaar en, ja. En de HZA ook trouwens. Ja. Maar merk je dan dat er vooruitgang is in de bewustwording van plastic op het strand? Zeker weten. Onder de leden en zo? Zeker weten. Het eerste jaar toen ik meedraaide in de organisatie, toen was er een bepaalde sponsor die flesjes leverde. Zeg maar flesjes drinken, plastic flesjes drinken. Toen is daar ook wel door de surfscene een beetje gechoqueerd, om het zo maar te zeggen, op gereageerd. En nu zie je dat dus ook helemaal niet meer. Als ik nu ook kijk naar de juryboot en de tents en alles die er staat, denk ik dat er eigenlijk al best wel weinig plastic gebruikt wordt. Eer, thanks voor je tijd, oude gangster. 25e is de dag zonder plastic en daar gaan we nog wel even naartoe. 25e, allemaal meedoen. Ik doe zelf ook mee, dagje zonder plastic leven. Ook geen rubber, hè? Ook geen rubbertje. Ik heb ervaren dat dat het eigenlijk best makkelijk is om te doen, weet je. Wat minder plastic gebruiken. Het is als je mensen vertelt van joh, hey, van ik ben 10 dagen zonder plastic aan het leven, kan je me helpen bij de bakker, bij de slager, bij de kaasboer, bij alles waar, overal waar je komt is eigenlijk iedereen behulpzaam. Dus voor iedereen is het eigenlijk, ik denk net zo makkelijk als voor mij om geen plastic te gebruiken of in ieder geval minder plastic te gebruiken. Dus vanaf hier, laatste dag van de challenge, op naar 25 april. Like het op Facebook, ga erheen, check het. Zeg dat je meedoet, motiveer je vrienden, deel het met iedereen. Zeg het op je werk, vertel het op school. Easy as that. 25 april, jij bent daarbij.